schoen. Oeh. Welkom in de Efteling. Yummy. Arbeid is nodig. We gaan er voor de eerste keer hoeden in vliegen met een Baron 1898. Let's get in the single rider. Ticketje, can you hear it? One, two, three, four. Een fortuinige overheid. U zijt gewaarschuwd. Let's hang. Okay. De Vliegende Hollander is blijkbaar open met de Winter Efteling. Nice! En Joris en de Draak is under construction, spijtig genoeg. Waar is de single rider? Dankjewel. Ik kan er letterlijk via de single rider direct in. Let's go, mate. Very scary over hier. Oeh. Oh, fuck, ik val hier binnen van de trap. Seems very nice. Best picture ever made. Papier? Daar? Shut the fuck up. 5 minuten. Let's go on the Python. Oh. Jezus, dit is zo hard knalt. Montes, hou je opnieuw. Let's go. Dit is gewoon keizielig. Je mag er niets van drinken. Het is keihard aan het regenen, maar let's go in de vogelrok, bitches. Yes, of ze bones. Een eitje. Oeh, unleash the beast. Ja, hoi. Welkom op de kerstmarkt. Oké, schaatsen kosten blijkbaar geld, dus fuck dat. Baandeel Oude Python, de favoriete attractie van Geert Wilders. Dat we dan een keer ook in de droomvlucht weer mogen gaan. Die trouwens nu de verkiezingen heeft gewonnen. Nee, gestopt. Oh, Nicky geduld, alsjeblieft. We gaan zo snel mogelijk verder. Deze droomvlucht wordt een nachtmerrie, man. Lange nek, man. Dragon. Bezeten boom. Blies op de fluit. Slechts wie altijd zo eerlijk is als goud, toen de schittering niet verblind zal raken, bezit de kracht om met deze sleutel de vergrendeling ongedaan te maken. Dans macabre. Is hier iets door te zien of zo? Scary shit, man. They're busy working on something, man. Nog een keer in de Baron, want waarom ook niet? Deze keer zitten we bij ploeg A, rij 3. Achteraan is veel enger. Thank you.
wel echt een damn shame dat Joris en de draak niet open is, man. Ik had hem graag gedaan. Maar ja, ze zijn de baan aan het retrekken. Om de zoveel tijd moet je dat wel doen met houten achtbanen. Maar ja, spijtig. Call of Duty spelen. Let's go. We gaan nu Max en Moritz doen. Deze achtbaan heb ik nog nooit gedaan en het is maar 5 minuten wachten blijkbaar. Het zijn namelijk twee Mac... Wat voor beest was dat? Dit zijn eigenlijk twee Mac powered coasters naast elkaar. En ja, ze rijden nog twee rondjes, dus je kunt keihard in station Johnny's inzoeken. Hier stond dus vroeger de Bob. Damn shame dat ze die afgebroken hebben. Het is wel een funny afbouw. Oké, het is intussen donker geworden. En ik ga nog voor één keer op de Baron en dan ga ik naar huis. Dank u wel.